Piet, hoe is het gegaan, die vier proeven? Nou, we mogen niet klagen. We zijn goed gestart. De eerste proef ging heel goed. De tweede proef hebben we ietsje tijd verloren. De derde proef ging weer goed en de vierde proef eigenlijk ook. Dus we zijn nu net heel erg in de clinch met Jasper van der Heuvel. Maar we staan net een seconde voor, dus dat is goed. Want normaal heb ik in het donker altijd nog een beetje handicap. Dus ik zie de morgen de zonlicht goed tegemoet. En tot jouw grote verrassing zag jij in de vierde proef opeens Erik Verloon in de sloot liggen. Ik heb hem helaas niet zien liggen. Alleen aan de finish werd verteld inderdaad dat hij ergens even een klein misstand had. En dat was jammer voor hem, want de strijd voorin was ook mooi. Ja, je staat nu derde na de eerste dag, dat is mooi. Ja, dat wel. Het foutje van Erik deelt me wel een plekje in de ranglijst. Dat is inderdaad wel. In het eigen Brabantse land. Ja, dat wel. We gaan morgen naar eigen dorpje mogen en hij doet het nog eens, dat wel weer leuk.